bij de allerlaatste uitzending van Top Gear. In de afgelopen 17 jaar hebben we alle auto's uitgebreid besproken. We zijn daarom tot de eindconclusie gekomen. De auto aller tijden is... de Mitsubishi Lancer. Omdat Top Gear voorgoed zal stoppen, zal de stick straks zijn ware identiteit bekend gaan maken. We houden het nu nog even spannend. Want tot op het moment van de onthulling zal hij onherkenbaar gefilmd zijn. We behandelen op speciaal verzoek een prangende vraag die deze keer niet gaat over vierwielers, maar over tweewielers. Voor het antwoord op deze vraag gaat de stick met de Mitsubishi Lancer vandaag op pad naar de Silicon Valley der Lage Landen. Oftewel de Technische Universiteit in Delft. Hier zal de onweerlegbare goeroe op het gebied van tweewielers, dokter ingenieur Arend Swap, uitsluitsel geven op onze kwellende vraag. Dokter Swap is onderzoeker bij de Technische Universiteit Delft van werktuigbouwkunde. A bicycle is an evolutionary design. Hij geeft les in toegepaste mechanica en dynamica en heeft zijn sporen verdiend in zijn professionele fietslaboratorium. De laatste 10 jaar werkte hij onder andere aan de dynamica van de fiets. En is er regelmatig op tv en internet te zien bij wetenschappelijke programma's. Fietsen zijn een heel gek ding. Als je stilstaat, dan is die heel instabiel, valt hij om. Ja. Maar bij een beetje snelheid blijft ze recht overeind. Het is dan ook een grote eer dat wij hem vandaag ons vraagstuk mogen voorleggen. Maar voordat we hem onze vraag gaan voorleggen, zal de mysterieuze stick zich nu aan u bekendmaken. Goedemiddag, dokter. Welkom, Jelle. Welkom in het fietslab. Ja, hartelijk dank dat ik hier even langs mocht komen. Want ik heb een prangende vraag en die wil ik graag aan u stellen. U weet hier alles over fietsen, dus... Ja, ik hoop dat het over fietsen gaat. Ja, nee, het gaat absoluut over fietsen. Ik weet wel iets over fietsen, ja. Het gaat over het balanceren van de fiets en hoe je een bocht maakt. Nou, daar weten we veel van. Ja, daar bent u professional in. Ja. En het gaat mij om van, als je nou een bocht naar rechts wil maken, hoe maak je dat? Ga je dan gewoon naar rechts hangen? Dat kan je op de motor ook doen, dat is heel duidelijk. Je gaat hem naar rechts hangen en je gaat naar rechts. Maar ik heb wel eens gehoord dat het niet zo is. Kunt u dat uitleggen? Ja, ik kan het zeker uitleggen. Voor een sturen van een fiets is het eigenlijk zo, ik heb hier een fiets als voorbeeld. Als je de bocht om wil, wil je die fiets in een leunhoek krijgen. Ja. Maar ja, je hebt niks om je tegen af te zetten. Dat gaat je niet lukken. Als jij naar links beweegt, gaat de fiets naar rechts. En als jij naar rechts beweegt, gaat de fiets naar links. Netto gebeurt er niks. Maar er is een manier om je fiets uit balans te brengen. Als ik mijn fiets naar rechts wil hebben, moet ik even naar links sturen. En dan valt de fiets onmiddellijk om naar rechts. Je moet naar links sturen om naar rechts te gaan? Je moet naar links sturen om naar rechts te gaan. Je stuurt naar links, je fiets valt om naar rechts. En het stuur begint vanzelf mee te volgen naar rechts. Het is de enige manier om een bocht om te gaan. En het klinkt natuurlijk een beetje raar, want ik wil naar rechts en dan ga ik eerst naar links sturen. Ja. Nou is dat allemaal heel mooi theorie, maar je wil dat ook zien. Zijn er proefjes voor? Absoluut. Er zijn denk ik 2 experimenten die je kan doen om dat duidelijk te maken. Dan moet je een plasje water hebben en ook een open ruimte. En dat plasje water heb je nodig om te laten zien hoe de sporen van je band zijn. En dan ga je fietsen en iemand zegt op het laatste moment of je links of rechts moet. Dus je weet eigenlijk niet precies wat je moet doen. Dus dan stuur je volledig intuïtief. Als je dan later kijkt op de grond, dan zie je een klein slingertje. Dan zie je precies het spoor. Je ziet precies dat de band eerst naar links gaat en dan maak je de bocht naar rechts. Maar nog een tweede experiment. Dat is een tweede experiment. Dat heeft een beetje met angst ook te maken. Oh. Iedereen weet dat als je heel dicht langs de stoep fietst, dat is heel eng. Ja. Maar nu weet je ook theoretisch waarom het eng is. Want als je heel dicht langs de stoepland zit, dan wil je, hè, dat is zeg, de stoep is aan de rechterkant, je wil naar links toe. Ja. Om naar links te gaan, moet je eerst even naar rechts sturen. En dat kan niet. En dat kan niet, want daar raak je de stoeprand. Ja. Dus dat zijn eigenlijk de experimenten waardoor je heel duidelijk merkt, je moet eerst naar links sturen om naar rechts te gaan. Nou is balanceren en manoeuvreren natuurlijk belangrijk op een fiets, maar wat ik eigenlijk heel belangrijk vind, is dat veel mensen veel fietsen. Nu heb ik gehoord dat er iemand in jouw omgeving is die heel erg veel fietst. En die wou ik eigenlijk ter aanmoediging nog een keer een oorkonde uitreiken. Ik heb hem hier liggen. Hij wordt met deze ere lid van de Eerste IJmuiden Fietsvereniging. En deze oorkonde is voor Jan Westland.